Zeeland kiest. Het politiecafé van de Zeeuwse Bibliotheek, Scoop, de PZC en Omroep Zeeland. Een uur lang lijsttrekkers in gesprek met Ernst-Jan Roosendaal en Ad Hagestein. Welkom bij deze Zeeland kiest. Alweer de vierde in een lange reeks in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september. We hebben al drie lijsttrekkers gehad vandaag. Geen lijsttrekker, maar niet minder welkom Halbe Zijlstra van de VVD. Meneer Zijlstra, hartelijk welkom. We zijn heel blij dat u hier bent. Maar u zult begrijpen, we hadden toch eigenlijk liever Mark Rutte hier aan tafel gehad. Volgens sommigen verstopt hij zich op dit moment nog. Ja. Misschien dat mensen ook nog weten dat hij daarnaast nog naast lijsttrekker ook nog een baan heeft als minister-president. En we hebben te maken met een eurocrisis. En we hebben te maken met het feit dat wij op dit moment bezig zijn als kabinet om de begroting voor volgend jaar rond te maken. Ja, dus hij heeft niet een hele vrije agenda. Dus dat heeft niet zoveel met dat soort zaken te maken. Het is gewoon, hij is aan het werk als minister-president. Ja, nou hebben we 2 jaar geleden als PZC ook deze vraaggesprekken gehad. Toen was de heer Rutte nog geen minister-president, maar kwam die ook niet. Dus u heeft toch iets uit te leggen, want vindt de VVD Zeeland wel belangrijk genoeg? Nou, volgens mij blijkt uit onze standpunten dat wij Zeeland heel belangrijk vinden. En het gaat volgens mij niet om de persoon, maar om de standpunten van een partij. En ik denk dat Zeeland bij de VVD heel goed thuis is. Nou komt u eigenlijk van de opening van het Zeeland Nazomerfestival, hè? Ja. Vanavond geopend. U bent hier met ons, nogmaals, daar zijn we heel blij mee. Maar daarvoor heeft u volgens mij de openingsvoorstelling laten schieten. Ja. Bent u dan toch niet zo van de kunst? Nee, ik zal eerlijk zeggen, ik zei ook vanavond daar, van, en dan mag ik een keer een leuke voorstelling bijwonen. En dan zijn er weer verkiezingen waardoor ik op campagne moet. Ik vind dat erg jammer, want de voorstelling van Connie Jansen Danst, wat de openingsvoorstelling is, en die ook nog de komende dagen vaker wordt gespeeld op locatie, is echt geweldig. Zij heeft een hele goede reputatie. Dus nee, ik heb eerlijk gezegd wel een beetje de balen dat ik er niet bij kan zijn. Ja, maar die naam dat u niet van kunst houdt, die blijft toch een beetje boven u zweven. Het heeft u zelfs de titel Halbe de Sloper opgeleverd. Ja. Niet iets om trots op te zijn. Nee, ik bedoel, dat soort titulatuur hoef je sowieso niet trots op te zijn. En vooral ook niet als je dat zelf, als je zo'n titel verzint. Want het gaat gewoon uiteindelijk niet om wat een persoon vindt. Het gaat erom welk beleid zet je neer. En ik vind nog steeds het buitengewoon belangrijk dat die vanzelfsprekendheid van het krijgen van subsidies, dat er vanaf gehaald is. Dat hebben we als kabinet fors ingezet en dat is ook gelukt. En ik denk dat heb je ook in Vlaanderen bijvoorbeeld gezien, is dat 10 jaar geleden gebeurd. Dat heeft tot een enorme verrijking van de culturele sector in Vlaanderen geleid. En ik ben ervan overtuigd dat ook in Nederland over een aantal jaren wordt gezegd, het is goed dat we de zaak echt even flink hebben opgeschud, dat die vanzelfsprekendheid er vanaf is gegaan, want verbinding met het publiek, want dat is waar het om gaat. Die moet weer worden gesteld. En dat is bijvoorbeeld waarom het Zeeland Naast Zomerfestival ook wederom subsidie heeft gekregen. Want die hebben dat wel goed gedaan. Die hebben die verbinding gelegd. Die hebben de creativiteit overeind gehouden. En dat is waar het om gaat. En dan verdien je ook subsidie. Ja, maar het lijkt er toch op dat u heel gretig bent meegegaan met meer het verhaal van Geert Wilders, de PVV. Ja, kunst is een linkse hobby. En daar is als het ware een soort van anti-kunstklimaat aan het ontstaan. Wat bijvoorbeeld ook weer op kleinere schaal gevolgen kan hebben voor, ik noem maar wat, de dorpsfanfare of de plaatselijke toneelclub. Bent u niet bang dat dat gaat gebeuren? Nou, het is een beetje een soort van self-fulfilling prophecy aan het worden. Want iedereen roept alsof dat wij anti-kunst zouden zijn. Nou, hoe gaat u het voorkomen dat het gebeurt? Nee, nou ja, laat ik eerst eens even de vraag beantwoorden die u stelde. Als eerste. Kijk, het verkiezingsprogramma van de VVD was buitengewoon helder, hoor. Dat heeft niks met de PVV te maken. De VVD zei in zijn verkiezingsprogramma in 2010... wij willen 175 miljoen bezuinigen op kunst en cultuur, omdat we juist willen dat die vanzelfsprekendheid van subsidies eraf gaat. Het heeft dus niks met de PVV te maken. Dus dat sprookje kan zo de prullenbak in. Als het dan gaat over hebben we respect voor kunst en cultuur? Ja, kunst en cultuur is ook heel belangrijk, ook voor vestigingsklimaat van bedrijven, voor een samenleving als bindende factor. Maar daarmee heb je geen automatisch recht dat je dan altijd belastinggeld in de vorm van subsidies overgemaakt krijgt. En dat is waar het beleid om ging. En dat tot dat soort kwalificaties leidt, dat vind ik meer over de zender van de boodschap iets zeggen dan over mezelf. Ik denk dat die sector daar sterker uitkomt. En dat heeft geen invloed wat de VVD betreft op bijvoorbeeld de lokale vervaren of andere culturele sectoren. Het gaat erom, het is belangrijk, maar het gaat er ook om dat je altijd moet kunnen rechtvaardigen waarom je subsidie krijgt. En die rechtvaardiging die was verdwenen. Ik denk dat iedereen dat wel kan onderschrijven. Het kan toch niet zo zijn dat je bijvoorbeeld naar een operavoorstelling gaat waar je minder voor betaalt, omdat er
een paar honderd subsidie op één kaartje zit. En je betaalt er minder voor dan iemand naar een Cirque du Soleil gaat of naar een Joop van den Ende productie. En dan is er echt iets scheef gegaan. En dat was scheef en dat hebben wij rechtgezet. En ik denk dat daarmee de draagvlak voor de cultuur naar de toekomst toe juist is versterkt. Eigenlijk zou je in zijn algemeenheid kunnen zeggen, en dan is dat toegespitst op de cultuur, van u zegt subsidies zijn niet vanzelfsprekend. Mensen of partijen moeten ook hun eigen broek kunnen ophouden. En dan valt het ons op dat eigenlijk in het partijprogramma van de VVD over sport anders wordt geredeneerd. Je zou je zo kunnen voorstellen, een Olympische sporter die een gouden medaille haalt, kan daarna wellicht tonnen en tonnen, als het niet meer is, verdienen. Maar we zien niet dat de VVD zegt van we zouden subsidies op sport eens aan moeten pakken. Nou, zoveel subsidies zitten niet op sport. Dus dat is dan een kleine teleurstelling misschien voor u. En helaas voor de sporters is eerlijk gezegd altijd de teleurstelling dat die verwachtingen die je vaak rond deze tijd ziet. En een aantal mensen hebben goud gewonnen. Je ziet bijvoorbeeld Epke Sonderland. Er wordt in sommige kranten geschreven dat hij miljonair kan worden met die gouden medaille. Als je kijkt naar resultaten in het verleden, die overigens geen garantie bieden voor de toekomst. Maar zie je dat in de praktijk vaak enorm tegenvalt. Er zijn een paar sporten waar je veel geld kan verdienen. Nou, het voetbal voorop. Maar de echte topsporters in heel veel Olympische disciplines, die halen wel goud met een enorme inspanning. Maar die gaan daar niet enorm in cashen financieel in de toekomst. En waar de overheid veel geld in steekt. En dat doen we overigens ook op het gebied van cultuur. En dat blijven we ook doen. Is zorgen dat de breedte verzorgd is. Dat jonge kinderen kunnen sporten, dat ze talent kunnen ontwikkelen. Maar op een gegeven moment is het aan de sporter, de culturele instelling, de onderwijsinstelling, noem het allemaal maar op, zelf om zaken voor te zetten. Het moet niet zo zijn dat de overheid je van wieg tot graf moet begeleiden, want dan gaat er iets mis in deze samenleving. Ja. Als we kijken naar de voetbalsector, u geeft het zelf aan, hè, daar gaat veel geld in om. Vorige week werd bekend dat Sky voor 1 miljard de voetbalrechten heeft gekocht. Daar worden de clubs buitengewoon rijk van. Ik zou me kunnen voorstellen dat de overheid zegt van nou, clubs, dat betekent dat bijvoorbeeld de politie inzet rond de risicowedstrijden, die gaan voor jullie voortaan zelf betalen. Vindt u dat ook? Ja, de VVD is daar helder in. Dat wij vinden dat commerciële evenementen die moeten betalen voor politieinzet. En dan gaat het natuurlijk altijd om de politieinzet in de evenementen zelf. Hè. De openbare orde in de openbare ruimte is natuurlijk altijd iets waar de overheid over gaat. Maar ja, als je commercieel geld verdient aan een evenement en dat kost de overheid, de belastingbetaler, geld omdat daar dan ook nog allemaal politie bij moet komen, dan mag de rekening ook worden gestuurd. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor wat je ook nog wel eens ziet, dan komt er een betaald voetbalclub in de problemen en dan springt de overheid bij. Ja, ook daarvan zeggen we, het kan niet zo zijn dat aan één kant heel veel geld wordt verdiend. En als het dan misgaat en je zegt dat je een commercieel bedrijf bent, dat je dan zegt, ja, het is misgegaan, wilt u even op onze bankrekening wat geld overmaken? En dan moet je daar ook gewoon zelf de lasten, maar dan ook de lusten, maar ook de lasten dragen. Ja, betekent dat toch wat VVD betreft nu een streep onder overheidsgeld naar het voetbal? Nou, naar het voetbal blijft altijd ook overheidsgeld gaan, net als naar culturele evenementen. Maar wel voor die zaken die in de openbare ruimte het algemeen belang zijn, maar waar echt sprake is van commerciële zaken. En dat is in het voetbal regelmatig natuurlijk aan de orde. Ja, dan is het ook een commercieel bedrijf wat gewoon zijn eigen kosten moet dekken. Ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen geschiedenis. Toen was ik nog gemeenteraadslid in Utrecht. Toen was Utrecht in de problemen. En wij als VVD ook gezegd, ja, je bent een commercieel bedrijf. Wij gaan niet meewerken aan die lening. Want dat is gewoon geld naar een bedrijf bennen. Nou, ik weet niet of u het heeft gezien afgelopen week in de Telegraaf. Dat was een verstandige keuze, want al die partijen die toen voorgestemd hebben, die moeten nu uitleggen dat er weer een miljoentje of 20 weg is. Ja. Even terug naar waar u hier voor bent. 12 september, de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En dan nog belangrijker, wat gaat er daarna gebeuren? Dus 13 september en verder. Waar draait het na die verkiezingen op 12 september volgens de VVD om? Nou, het draait voor en na 12 september om hoe krijgen we in dit land de economie op orde. Mensen maken zich natuurlijk terecht zorgen over wat gaat het nou, die eurocrisis en de economische crisis, wat gaat het voor mezelf betekenen? Hou ik mijn baan? Hoe gaat het komen met de zorg, met het onderwijs? Dat heeft allemaal te maken, krijgen we die motor, die economische motor, weer aan het draaien? Nou, dat hangt weer enorm samen met die enorme staatsschuld die wij hebben als Nederland. We hebben eigenlijk op te grote voet geleefd. Dat moet op orde gebracht worden. En dat is het kernthema van de verkiezingen. Maar ook het kernthema van hoe gaan we de komende jaren Nederland besturen. Ja, en hoe gaat u dat doen? Je zult twee dingen moeten doen. Je zult fors moeten bezuinigen.
En daarnaast zul je ook nog eens een keer fors moeten bezuinigen. Maar je zult ook nog toch op een aantal terreinen echt moeten investeren. U zult dat ook in het verkiezingsprogramma van de VVD terugzien. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs willen wij investeren. Dat doen we onder andere door de studenten een hogere eigen bijdrage te vragen. We willen ook investeren bijvoorbeeld in wetenschappelijk onderzoek. Zodat ook de nieuwe oplossingen voor de toekomst worden gegenereerd. En we willen ook daar waar bijvoorbeeld lokale economieën een kleine opkikker nodig hebben. Nou, hier in Zeeland bijvoorbeeld rond de aluminiumindustrie. Je ziet een soort van concurrentievervalsing ontstaan. Daar waar we in Nederland heel strikt zijn. En bijvoorbeeld nu in Duitsland weer de teugels worden gevierd. Daarvan zeggen wij ook, ja, het kan niet zo zijn dat Nederlandse bedrijven, of ze nou in Zeeland zitten of in een andere provincie, in een nadeelpositie terechtkomen. En daar moeten wij als overheid ook zorgen dat ze een steuntje krijgen. Dat is toch wel opmerkelijk dat u dat zegt. Want de aluminiumindustrie in Zeeland, Salco en daarvoor PCNE, hebben keer op keer bij de Tweede Kamer aangeklopt. Van help ons, want wij zijn in een nadelige concurrentiepositie. Het zal u bekend zijn dat Salco als zodanig niet meer bestaat. Ja, dat is mij bekend, ja. En dat heeft een enorme impact op werkgelegenheid. En waar het hier om gaat, is dat net afgelopen week in Duitsland bekend geworden is dat zij de Europese regels nu tot het maximum oprekken. Een aantal andere Europese landen doet dat ook. En daarmee gaan wij als Nederland echt structureel afwijken. Nou, en daarvan zeggen wij als VVD, kan het niet zo zijn dat andere landen de boel versoepelen. En dan moeten wij als Nederland ook echt weer opnieuw kijken naar de positie hier. Het was ten opzichte van bijvoorbeeld landen als India en dergelijke dat we in een nadeel zaten. Ja, daar kunnen we niet mee concurreren. Daarom hebben we in het verleden ook gezegd, daar gaan we niet in mee. Maar als onze buurlanden ook de regels gaan oprekken, dan moeten wij als Nederland, vindt de VVD, daar ook naar kijken. Want anders dan zijn we echt pennywise, pound foolish. Maar kan u zich voorstellen dat de werknemers van Salco die nu op straat staan eigenlijk redeneren van, ja, hier komt iemand de put dempen nadat het kalf verdronken is? Nee, want ik gaf net al aan dat de concurrentie die op dat moment gaande was, en dat was een concurrentie ver over de grens met landen waar die concurrentieslag gaan wij nooit winnen. En wat je nu ziet optreden, is dat voor de nog resterende industrie onze buurlanden, ook in het kader van de economische crisis, de regels aan het oprekken zijn. Ja, en dan moet je oppassen dat je niet straks ziet dat een fabriek die nu nog hier staat, bijvoorbeeld straks ergens in Bremen of in de buurt van Parijs komt te staan. Dat zouden wij oneerlijke concurrentie binnen de EU vinden. En EU-regels, want daar gaat het hier om, moet uniform worden uitgelegd. En als we in het buitenland het op een andere manier doen, dan kunnen we twee dingen doen. A, daar waar men de regels overtreedt, zullen we ze erop aanspreken. Want wij gaan niet als Nederland, regeltjes in de prullenbank gooien die voor ons allemaal zouden moeten gelden. Maar waar het kan en wij gewoon strenger zijn dan Europese regelgeving, daar is de VVD al jaren consequent in. Geen koppen op Europese regelgeving, want dat zorgt juist dat die medewerkers nu met de gebakken peren zitten, namelijk geen baan meer. En dat willen we voorkomen voor al die andere bedrijven. Nou, over Europese regels komen we straks nog te spreken. Ik hoef de polder maar te noemen en u voelt hem al aankomen. Allereerst even de vraag die wij aan iedere gast stellen die hier aan tafel zit. Hoeveel zetels gaat u halen? Nou, hoeveel we gaan halen, dat is altijd buitengewoon koffiedik kijken. Ik zei net eerlijk gezegd in het publiek het zou misschien wel eens goed zijn om eens gewoon eens 4 jaar geen peilingen te doen. Het zou voor sommige partijen overigens wat moeilijk worden om dan nog een standpunt te bepalen, maar dat geheel terzijde. Ik denk dat wij, als je kijkt naar de enorme keus die voor ligt, gaan we kiezen om die economie gezond te maken, dat wij als VVD echt minimaal 35 zetels moeten kunnen halen. Alvast vooruitblikkend naar het volgende blok. Hebben we een vraag voor u gesteld door Sybrand Buma, die hier gisteren aan tafel zat. Beste Halbe, leuk dat jij deze dag ook in Zeeland bent. Ik heb wel een vraag. Zeeland heeft te maken met krimp. En krimp is iets, daar moeten we met z'n allen wat aan doen. Ben jij bereid met het CDA te investeren in krimpgebieden, zodat de scholen daar open kunnen blijven? Ik hou eerlijk gezegd niet zo van die algemene term krimp. Dat lijkt net of alles krimpt in Zeeland. Kijk, waar het werkelijk om gaat is dat er sprake is van een bevolkingsafname. En dat is echt een probleem. Bijvoorbeeld in het onderwijs. De heer Buma heeft het ook over scholen. En ja, de VVD is ook van mening dat je bijvoorbeeld moet zorgen dat leraren beschikbaar zijn voor kleinere scholen. Maar wij zijn niet van de lijn dat je kleine scholen per definitie altijd overeind moet houden. Want het allerbelangrijkste in het onderwijs en voor die kinderen is
dat ze goed onderwijs krijgen. En ik heb liever dat je moet samenwerken tussen een aantal scholen, wat ertoe kan leiden dat misschien een kleine school die 23 leerlingen niet meer haalt, toch moet opgaan in een iets bredere school en daarmee goede kwaliteit onderwijs kunt bieden, dan dat we koet zo'n kleine school overeind houden. Want die kinderen beginnen dan helaas met een grote achterstand aan hun verdere carrière. Want die hebben misschien dan wel in hun eigen woonplaats op een kleine school gezeten. Maar die hebben door het onderwijs wat niet van voldoende niveau is, beginnen ze met een achterstand aan een voortgezette opleiding. En vervolgens halen ze nooit meer een goede opleiding op een latere leeftijd. Dus die kwaliteit is wat er voor de VVD voorop staat. Niet de grootte van de school. Maar ook geen extra geld voor die scholen, zoals de heer Buma gisteren zei, dat wel van het CDA gaat komen? Ja, maar als ik de optelsom maak van waar het CDA de afgelopen dagen geld aan heeft beloofd, dan hebben we iets groter tekort dan 20 miljard. Dus nee, de oplossing is niet puur geld. Wat bijvoorbeeld voor het onderwijs nodig is, is dat we afgaan van uniform landelijk beleid. We hebben natuurlijk jaren achter de rug waar overal in Nederland sprake was van bevolkingstoename. En daar was het hele onderwijsbeleid op gebaseerd. Nu zie je dat er gebieden zijn waar nog steeds toename van bevolking is, hè, in de Randstad. Maar je ziet bijvoorbeeld in Limburg, Zeeland, waar ik vandaan kom, Friesland, zie je bevolkingskrimp. En daar moet je echt ander beleid op zetten. Dan moet je dus, dan kun je niet zeggen van de regel en de financiering die geldt voor de Randstad, die laten we ook los op krimpgebieden. Dat gaat echt niet meer functioneren. Dus wat de VVD zegt is, je moet meer aan decentrale overheden overlaten in de aansturing van het onderwijs, omdat je die krimp, maar ook die groeispecifieke zaken, moet kunnen oppakken. En dat betekent ook dat je qua financiering andere toewijzing krijgt van gelden. Dus niet meer op basis van puur leerlingenaantallen, want dan ben je natuurlijk gewoon in Zeeland de pineut. Maar dat je kijkt van hoe de basis van de financiering moet zijn, hoe kun je die kwaliteit van die scholen borgen. En dat zal in sommige gevallen meer geld kosten. In sommige gevallen overigens valt dat reuze mee. Want dat betekent soms dat je ook scholen waar er nu in twee naastgelegen plaatsen nog twee scholen zijn, je moet kiezen voor in de ene plaats het ene, in de andere plaats wat anders. Iedere gast die hier aan tafel zit, die mag ook een plaat uitkiezen. We hebben er drie voor u klaarstaan. U mag er eentje kiezen. Onze muziekredacteur die is hard aan de slag geweest. Allereerst de keuzeplaat is Of Monsters and Men van Little Talks. Afgelopen weekend op Lowlands, waar u ook geweest bent. Mm-hmm. Misschien heeft u ze gezien en gehoord. Nick en Simon, Alles over winnen. Daarmee kijken we alvast even vooruit naar het nieuwe album van dit duo. En de plaat van Anouk, Modern World. Nou, dan ga ik voor de laatste. De laatste. Ja. En waarom zo? Want het was wel heel snel. Nou ja, ik hou wel van een beetje stevig. Dus als je nou Pearl Jam of zo erbij had gezet, dan was dat helemaal voor elkaar geweest. Ja, en Anouk is gewoon echt een topartiest. Ik denk ook iets waar je kunt zien waar Nederlanders goed in kunnen zijn. Niet alleen in Nederland, maar ook over de grens. En er zit energie in. En ik hou er wel van dat als je naar een nummer luistert, dat je daarna echt de neiging krijgt om even mee te gaan springen. En dat heb je bij haar. Nou, dat gaat helpen zometeen. Anouk, Modern World. Misschien moet de camera zo uit, want als ik ga springen, dan Crazy way to get your kicks. Shoot the silicone in your lips. Your figure makes you sad. You suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girls. You can puff them up so no bra will fit, girls. There's only one thing they can fix. No, I won't let you be misled. And that's the hole in your head. Can do nothing about that. Hell, hell, modern world. Hell to all your boys and girls. She's beautiful. I put her on a pedestal. But as you cook a triple X, imagination kicks in. The more you think about sex, boys, with someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. Hell, hell, modern world. Hell to all your boys and girls. Hell, hell.
is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take him home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girls, you can't compare it to love, boys. There's only one thing they can fix. No, I won't let you be misled. And that's the hole in your head. Can do nothing about that. Hell, hell, modern world. Hell to all your boys and girls. We gaan verder met Zeeland kiest, het verkiezingsprogramma van Scope, de Zeeuwse Bibliotheek, Omroep Zeeland en de PZC. We zaten al midden in het onderwijs. U heeft deels een vraag die we klaar hadden staan al beantwoord. Maar we gaan het thema gewoon nog even verder oppikken. U gaf eigenlijk aan, voor ons is de kwaliteit van een school belangrijker dan de omvang van een school. In het programma wordt ook aangegeven, je kunt ook goede scholen belonen. Mm-hmm. Zou je daarmee niet kunnen veroorzaken dat je een soort van selectie aan de poort krijgt? Dat die goede scholen straks mindere leerlingen willen weren? Bijvoorbeeld allochtonen met taalachterstand. Dat je toch weer juist hele grote verschillen tussen scholen krijgt? Nee, want dat is wel iets waar je op moet letten. Maar wat je eigenlijk wil, is dat je veel meer kijkt naar van wat voegt een school nou toe? Ik zeg wel eens dat een blank gymnasium in een hele rijke wijk... Daar zie je soms dat een school minder toevoegt voor een leerling dan in een zwarte VMBO in een achterstandswijk. En wat de VVD graag wil, is dat we veel meer kijken van wat leveren die scholen nou, hoe komen leerlingen binnen en hoe gaan ze weer van die school af. En als je dat beter weet te monitoren, dan ben je ook van dit soort zaken af, want dan heeft het geen zin om aan de poort te selecteren. Want als je alleen maar hele goede leerlingen binnenlaat, dan heb je misschien hele goede eindresultaten. Maar waar het om gaat, wat heb je in die tussentijd met die leerlingen gedaan? Heb je die echt forse stappen vooruitgebracht? En dat is denk ik een omslag die we nu begonnen zijn in het onderwijs en die we moeten afmaken. Want uiteindelijk gaat het erom de kwaliteit die de leerling krijgt. Hoeveel extra kansen krijgt hij of zij daarmee in het onderwijs en in het leven? Ja, toch geeft u aan van wat voegt de school toe? Dat geldt natuurlijk ook op het niveau van een dorp. Een dorp is leefbaar vaak door een school. Dus je zou je ook kunnen voorstellen, investeer in de kwaliteit van die school die in dat dorp moet blijven. Ja, maar ik denk dat we elkaar niet voor de gek moeten houden. Want het is heel populair om dan te zeggen, nee, in elk dorp moet een school en een supermarkt en een groenteboer en een bakker, et cetera, blijven. Maar de praktijk is dat gewoon niet haalbaar en ook niet betaalbaar is. En ik vind dat je gewoon het eerlijke verhaal aan de mensen moet vertellen. Je kunt niet in krimpregio's, maar ook in groeiregio's overigens, de kwaliteit van bijvoorbeeld het onderwijs overal op orde houden als je alleen maar kleine schooltjes in stand houdt. We hebben een tekort aan leraren in Nederland. Dat valt overigens in de krimpregio's om duidelijke redenen denk ik wel dan weer wat mee. Maar je moet de beste leraren voor de klas hebben. En dat betekent dat die leraren ook weer met elkaar moeten corresponderen, van elkaar moeten leren, elkaar moeten wijzen op fouten die ze maken. En dat zijn zaken die in hele kleine schooltjes gewoon erg moeilijk voor elkaar te krijgen zijn. Daarnaast heb je natuurlijk toch grote verschillen tussen leerlingen van groep 1 en groep 8. Dus als die scholen te klein worden en de groepen dus de leeftijden te groot in verschil in zo'n groep, ja, dan hou je die kwaliteit gewoon nooit overeind. En nogmaals, die kwaliteit is hetgeen wat de kansen biedt voor de jongeren van de toekomst. En ik denk dat elke ouder en elk dorp er uiteindelijk voor zou kiezen, wil ik dat mijn kind de beste kansen voor de toekomst heeft, maar dan moet hij of zij naar het dorp hiernaast. Of vind ik het zo belangrijk dat hij in het dorp naar school gaat, maar ja, dan weet ik dat de kansen naar de toekomst toe een stuk kleiner zijn. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er ouders zijn die voor de tweede kiezen. Maar dat lijkt me een beetje marktwerking in het basisonderwijs. Volgens mij heeft het helemaal niets met marktwerking. Gaat een hele te maken. Concurrentiestrijd ontstaan om bijvoorbeeld de beste leraren? Nee, dit heeft echt
totaal niks met marktwerking te maken. Dan zitten we in een soort van socialistische stroom af en toe, denk ik, dat alles marktwerking wordt genoemd. En dat is waar het hier om gaat. Is gewoon puur zorgen dat je goede leraren hebt. En goede leraren is niet iets wat uit een mal komt. Goede leraren ontstaan ook omdat ze met hun collega's, wat ik net al aangaf, wisselwerking hebben. Leren van elkaar wijzen op fouten. En dat kan niet als je met maar twee leraren op een school bent. Want dan heb je dat dan vaak in praktijk over. Dus nogmaals, kwaliteit. En als het dan naar het dorp naast moet, dan is dat te prefereren boven het feit dat je dan maar krampachtig dat schooltje overeind probeert te houden. Want het gaat om hetgeen wat je je kinderen biedt. Het gaat er niet om wat wij willen. Het gaat er niet om dat het politiek leuk overkomt als je overal scholen openhoudt. Het gaat erom dat die kinderen de beste kansen krijgen. Als we een niveau hoger kijken naar het middelbaar onderwijs of het hoger onderwijs. De VVD geeft aan het mbo-onderwijs bijvoorbeeld moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Staat dat niet ook een beetje haaks op innovatieve opleidingen waarbij dingen ontwikkeld worden, nieuwe opleidingen moeten worden ontwikkeld? Nee, juist niet. Het onderwijs heeft twee componenten. Je moet aansluiten bij de bestaande arbeidsmarkt. Dat gaat overigens in Zeeland heel goed. En je ziet hier ook bijvoorbeeld dat mbo's veel meer techniek geven dan elders in het land. Nou zegt u dat gaat in Zeeland goed. Mm-hmm. Maar we hebben nog een gegeven opgeschreven wat Scope heeft uitgezocht. Mm-hmm. Er zijn hier 94 mbo-opleidingen in Zeeland die samen mm-hmm. in 2011 6 gediplomeerden hebben afgeleverd. Ja, dat klinkt niet goed. Wou ik zeggen. Nee, maar als je kijkt naar het aanbod. Nee, maar wat moet... Ja. Ik ken deze cijfers niet, dus ik bedoel, ik weet niet waar ze vandaan komen en of ze kloppen. Want nou, Scope is een wetenschappelijk instituut in Zeeland. Dus ja. Die cijfers zijn wat dat betreft betrouwbaar. Mm-hmm. Mijn vraag zou eigenlijk zijn van, hoe denkt u dan over die opleidingen? Moeten die niet eigenlijk gewoon opgedoekt worden? Nee, kijk, wat ik net al aangaf, wat in Zeeland goed gaat. Als je vergelijkt met Nederland, we hebben een enorm tekort in Nederland bijvoorbeeld aan technici. En als je kijkt naar het aanbod van Zeeuwse mbo's, dan zie je dat er in verhouding hier veel meer technische opleidingen zijn. En veel meer in verhouding leerlingen die technische opleidingen volgen. Dus daarmee wordt er aansluiting gezocht door mbo's bij bestaande bedrijven. Maar er is ook nog een andere component. En dat geldt niet alleen voor het mbo, dat geldt nog veel sterker voor het hbo. Dat is namelijk dat je ook opleidingen soms ziet die zorgen voor mensen met bepaalde opleidingen. Waardoor ook het voor bedrijven interessant wordt om naar een regio toe te komen. En dat is bijvoorbeeld waarom ik als staatssecretaris ook extra geld heb gegeven aan de Roosevelt Academy. En die is belangrijk voor Zeeland. Niet omdat al die mensen nou aansluiting hebben bij de Zeeuwse arbeidsmarkt. Maar juist de aanwezigheid van de Roosevelt Academy zorgt ervoor dat je weer bedrijven, dienstverlenende bedrijven, hier naartoe kunt halen. Omdat zo'n kennisinstelling hier zit. Dus het is die wisselwerking die je altijd overeind moet houden. Nog zo'n heikel punt. Vandaag ook zeer actueel, want er is weer gesproken in Den Haag over de langstudeerboete. De quote van de dag. Wij willen die langstudeerdersboete van tafel. En er zijn manieren genoeg om dat te financieren. Maar als ik dan ook maar eens een keer een sterke uitspraak doe over my dead body, dat ten koste van de ontwikkelingssamenwerking gaat. Nou, u gaat donderdag wellicht moeilijk debat tegemoet. Wellicht ook niet als de 6 partijen die vandaag om de tafel hebben gezeten eruit komen en voldoende geld bij elkaar sprokkelen om die langstudeerboete van tafel te krijgen, zodat uw begroting ook weer sluitend is. Ja, dan is er toch iets geks aan de hand, want u heeft als staatssecretaris gepleit voor een langstudeerboete. In uw verkiezingsprogramma pleit u voor een leenstelsel, zodat die langstudeerboete van tafel kan. Dat snapt niemand meer. Nou, dat is heel eenvoudig uit te leggen. De VVD was en is voorstander van een sociaal leenstelsel. Maar bij de vorige kabinetsformatie, ja, daar zit je met coalitiepartijen aan tafel. En het CDA wilde toen een langstudeerboete. Die is er gekomen. Ik bedoel, alle partijen winnen wat en verliezen wat. Ik vind dat je bent van, als je afspraken maakt, dan moet je ze nakomen. Dus als ik nou, of ik nou VVD van VVD-huizen ben of niet. Je maakt afspraken en dan voer je ze loyaal uit. Dus ik vind eigenlijk het meest gekke in deze situatie. Dan houden wij ons keurig aan de afspraak. Nogmaals, die langstudeermaatregel is echt niet door de VVD verzonnen. Maar het is wel gek als je dan ongeveer om 10 seconden voor 12 alles hebt bent nagekomen. Dat dan degene die het bedacht heeft zegt van, nou weet je, doe toch maar niet. Dat vind ik nou echt inconsistent. De VVD kunt u dat niet verwijten. Wij hebben altijd eenduidig dezelfde boodschap uitgestuurd. En overigens
de quote van de dag, mevrouw Sap, als ik het goed hoorde. Het is heel makkelijk te dekken, die vind je altijd. Nou, dat is ook precies de kern van mijn kritiek. Met deze staatssecretaris valt prima te praten over of je beleid kunt bijstellen of moet bijstellen. Altijd. Maar we hebben een lenteakkoord waar ook de handtekening van mevrouw Sap onder staat. En die van overigens ook van D66 en van het CDA, van de ChristenUnie en van de VVD. En daar hebben we gewoon een budgetair kader afgesproken. En ik voer dat kader uit. En ik vind het heel gek dat partijen die toen een afspraak hebben gemaakt, nu ineens zeggen van, nou weet u dat u die afspraak heeft uitgevoerd die wij hebben gemaakt. Dat vinden we eigenlijk achteraf niet zo'n goed idee. Daar willen wij als kabinet en daar wil ik als staatssecretaris nog Becht overheen stappen. Maar dan moeten die partijen niet alleen in de media roepen dat het makkelijk is om een dekking aan te leveren, maar dan moeten ze het ook echt doen. En zodra zij die paar honderd miljoen euro per jaar hebben gedekt, dan gaan we dan het gesprek aan om te kijken of we er ook echt uit kunnen komen. Maar je moet niet eerst in de media makkelijk roepen van weet je wat, we gaan die boete niet invoeren. En dan vervolgens pas gaan nadenken over hoe je het moet gaan betalen. Dat is niet de goede volgorde van zaken. En dat is niet hoe de VVD dat soort dingen wil doen. Ja, niet iedereen begrijpt het overigens hoor. Want we hebben bijvoorbeeld een vraag gekregen van André Rademaker. Die zegt van dit land is een democratie. Een meerderheid van de Kamer zegt niet doen. Niet die langstudeerboete. Waar haalt meneer Zijlstra het lef vandaan om er toch mee door te gaan? Volgens mij hoort hij niet in de politiek thuis. Nou, dat is ook een hele simpele eerlijk gezegd. Want elke politicus, net als elke burger, is gehouden om de wet uit te voeren. En er is een wet, die is 1 september vorig jaar in werking getreden. En die wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer goedgekeurd. En dat een meerderheid van de Tweede Kamer nu iets anders wil, ja, ik heb te maken met een wet die ook nog door de Eerste Kamer is goedgekeurd. En dat zou heel gek zijn dat als er een motie zonder enige politieke dekking, oh, trouwens, er is überhaupt nog geen motie. Het is alleen nog maar een brief met een verzoek of ik het misschien zou willen doen. Maar als je mij verzoekt om een wet niet uit te voeren en niet de financiën heb geregeld en dan boos wordt omdat ik het niet doe, ja, dat vind ik nou heel inconsistent. Beleid heb je samen gemaakt, het is democratisch afgezegend en dan moet je dat uitvoeren als regering. En als het parlement wat anders wil, die discussie is ook dit kabinet en ook deze staatssecretaris zeer bereid om te voeren, maar wel in de goede volgorde. Eerst dekking, dan pas discussiëren of het anders kan. Even iets heel anders. Alexander Pechtold, die hier eerder aan tafel zat, die pleitte hier aan tafel, maar ook in het verkiezingsprogramma voor het afschaffen van de provincie Zeeland. Wij hebben daar ook een vraag op het antwoordapparaat binnengekregen van Loes Meeuwissen. Vandaag op het antwoordapparaat. Meneer Zijlstra, veel partijen geven aan dat de gemeenten en provincies anders moeten gaan werken. En vorige week was hier Alexander Pechtold, die zei dat de provincie Zeeland wel kan worden opgeheven. Nou ben ik zelf nogal gehecht aan de provincie. En de staat van Zeeland die zit al sinds 1574 in de abdij. Dus ik zou het eigenlijk wel jammer vinden om die provincie op te heffen. Dus mijn vraag aan u is, hoe kijkt u aan tegen de toekomst van de provincie Zeeland en van de Zeeuwse gemeente? Nou, ik ben zelf Fries. Dus ik heb ook wel iets met de provincie. Maar helaas voor u dan wel een andere. De VVD is niet voor het opheffen van Zeeland. Wij zijn wel om in de Randstad tot een Randstadprovincie te komen. Omdat je daar allerlei bestuurslagen, deelraden en WGR Plus heet het officieel. En provincies en gemeenten, dat zit allemaal door elkaar heen. Daar moet een klontering plaatsvinden. Dat ziet u ook in ons programma staan. Maar wij zijn niet voor het opheffen van de overige provincies. Omdat die provincies juist in gemeente of zoals in Zeeland, maar ook bijvoorbeeld in Friesland, Groningen, een taak heeft om de gemeentes die daaronder zitten, om daar taken voor uit te voeren die zij niet kunnen. De gemeentes zijn niet zo groot, ook qua bevolkingssamenstelling, met name ook omdat het soms dun bevolkt is, dat ze alles zelf kunnen. En dan heeft een provincie, zoals in Zeeland, gewoon duidelijk een rol om die taken op te pakken en te zorgen dat het toch voor elkaar komt. Maar dan staat er in het programma wel dat het ook nog verder kan gaan dan die Randstadprovincie. Want dat het wel degelijk mogelijk is ook elders in het land te kijken of je tot grotere bestuurlijke eenheden kan komen. En dan zou je zeggen, een provincie als Zeeland, zo klein, is dan als eerste aan de buurt om in een groter geheel opgenomen te worden. Of zegt u nu, als wij straks in een kabinet komen met D66, dan gaan wij ervoor liggen dat de provincie Zeeland wordt opgeheven? Nou, de VVD is heel helder. Wij willen gewoon eerst dat het in de Randstad geregeld wordt. Dat hebben we de afgelopen periode ook gezegd. Dat is nog een hell of a job, om het maar in goed Nederlands te zeggen. Daar zijn we nog
heel weinig mee opgeschoten. Dat is enorm taaie materie. En ik vind echt die hele discussie dat Zeeland opgeheven moet worden, dat Friesland en Groningen samen moeten gaan en dat soort dingen, dat is echt zo ver voor de muziek uit. Dan maak je zoveel onrust mee los. Is namelijk de komende jaren echt niet aan de orde. Straks gaan we het nog hebben over de waterveiligheid en, zoals al eerder gezegd, over de Hedwiegepolder. Maar nu eerst even muziek. Van Morrison, Brown Eyed Girl. Ik heb nu geen keus. Jumping in the misty morning fog with our hearts thumping and you, a brown-eyed girl. We gaan verder met Zeeland Kiest. We blijven nog eventjes bij de Krimp. Halbe Zijlstra, vandaag de gast op de kandidatenlijst van de VVD. Meneer Zijlstra, u wilt de zorg dicht bij de mensen brengen. Aan de andere kant bent u ook de partij van de marktwerking. Ik heb het al eerder gezegd. Bijt dat elkaar niet? Nee, nou ja, ook in de zorg, hoewel sommige partijen erg hun best doen om daar een verhaal van te maken alsof er sprake is van marktwerking, zeggen wij als VVD bijvoorbeeld van de week nog minister Schippers op tv. Nee, het is niet zo dat daar sprake is van marktwerking, want de zorg is geen pure markt. Maar wat we wel willen is dat die zorg betaalbaar moet blijven. De komende 4 jaar nemen de kosten van de zorg weer met zo'n 18 miljard euro toe als we niks doen. En ik denk dat we ons in Nederland heel goed moeten realiseren dat ja, we betalen maar één keer belasting. En dat geld moet dan verdeeld worden over het onderwijs, over de politie maar, en over de zorg. En hoe meer er naar de zorg toe gaat, hoe minder er bijvoorbeeld naar die kleine school gaat in een krimpgebied. En dat zijn de keuzes die gemaakt moeten worden. En als we alleen maar zeggen de zorg mag ongelimiteerd groeien, dan betekent dat gewoon dat het ten koste gaat van andere beleidsterreinen. En dat vindt de VVD een zaak waar we echt scherp op moeten zijn. En daar waar dus ook keuzes in gemaakt moeten worden. Ja, maar instellingen zoeken elkaar daardoor wel op, waardoor ze alsmaar groter worden en alsmaar fuseren. Ja, maar het is niet zo dat dit leidt tot allemaal, zou moeten leiden, tot allemaal. Maar het gebeurt wel. Daar kom ik zo op. Tot allemaal fusies. Soms wel. En soms is het ook goed.
Want gespecialiseerde ingrepen, die moet je doen op 1, 2, 3 plekken. Want daar heb je de beste artsen en alle rapporten tonen aan dat als je een operatie vaak doet, dan wordt die beter uitgevoerd, heb je minder kans op complicaties. En dat is zowel qua kwaliteit van zorg beter en ook kostentechnisch beter. Maar daarnaast, en dat is het andere punt, daarnaast heb je ook gewoon de basiszorg. Een zwangere vrouw, die kun je moeilijk naar Groningen toe rijden. En je moet dus zorgen dat er ook op lokaal niveau altijd polyklinische en spoedeisende hulp aanwezig is binnen de wettelijke normen die we hebben afgesproken in dit land, dat een ambulance altijd op tijd bij iemand kan zijn en op tijd bij zo'n noodvoorziening. Maar 1 ziekenhuisorganisatie in Zeeland bijvoorbeeld, we hebben er nu 2, daar gaat u voor liggen? Nou, 1 ziekenhuisorganisatie, ik zeg niet per definitie dat het niet 1 organisatie mag zijn, maar dat moet niet op 1 plek gaan zitten. Het kan soms helpen om in de afstemming juist van waar doen we wat, op de ene plek zitten de beste artsen voor, ik noem maar wat, alles met darmen en oncologie te maken heeft. En op een andere plek zijn ze beter in de cardiologie. Dat soort operaties, prima, dat kan. Maar waar de VVD voor staat, is dat de zorg dichtbij blijft. Dus dat je altijd met je spoedeisende hulp, met je polyklinische hulp in de buurt terecht moet kunnen. En specialistische operaties, daar zijn wij van overtuigd, die moet je echt gaan centraliseren in het land. Niet op 1 plek, maar op een aantal centra, zodat niet iedereen enorme afstanden hoeft af te leggen. Maar het kan niet meer zo zijn dat het om de hoek gebeurt. Daarvoor wordt het te complex. Daarvoor is er te veel dure apparatuur nodig. En daar geldt een beetje hetzelfde voor als met die scholen, die kleine scholen. We hebben liever dat een operatie goed uitgevoerd wordt en de patiënt heel en zonder complicaties thuis komt, dan dat het dichtbij gebeurt met wel veel meer complicaties. Over het afleggen van lange afstanden gesproken, waar u wel een voorstander van bent, is nog meer marktwerking op het spoor. Nog meer marktwerking op het spoor. Zo ja. Lezen wij het in ieder geval in uw programma. En dan denk ik van nou, de ellende met NS en ProRail belooft niet veel goeds. Moet dat nog verder gaan? Nou, het grappige is dat als je kijkt naar de kleine aanbieders, bijvoorbeeld in het oosten van het land, dan zie je dat de kwaliteit van de dienstverlening daar beter is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld busbedrijven, de busbedrijven die openbaar zijn aanbesteed, die bieden een hogere kwaliteit, een hogere punctualiteit en tegen een lagere kostprijs dan al die gemeentelijke vervoerbedrijven die er nog zijn. Nou, dat is gelukkig niet zo heel veel, maar bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, dan zie je dat achterblijft. Dus ik word wel eens moe dat rond marktwerking altijd meteen een soort van negatieve sfeer wordt gecreëerd, alsof dat een soort van achteruitgang is. Volgens mij de Nederlandse maatschappij, de westerse samenleving, is gebaseerd op het principe dat we zaken willen laten uitvoeren door die persoon of dat bedrijf of die instelling die dat het beste kan. En dat moeten we dus ook hier doen. Omdat ook in de Nederlandse praktijk gewoon bewezen is dat dat tot betere kwaliteit en betere dienstverlening leidt. Dan hebben we in Zeeland 1 spoorlijn. Hè? En je kan in Vlissingen opstappen en in Amsterdam uitstappen. U geeft aan, de intercities die moeten voorlopig nog bij de NS blijven. Andere lijnen die zouden wel aan andere aanbieders aangeboden kunnen worden. Ja. Vanaf Roosendaal is het feitelijk een stoptrein. Dus u zegt eigenlijk van Zeeland zou er flink op vooruit kunnen gaan als het stuk Roosendaal-Vlissingen bij een kleinere aanbieder wordt aanbesteed. Nou, dat zou voor Zeeland kwalitatief een vooruitgang kunnen zijn. En het alternatief moeten we namelijk ook schetsen. Als je kijkt wat de NS qua netwerk heeft verzorgd ten opzichte van het verleden, dan zie je dat de NS steeds meer kiest voor de directe intercity-verbindingen. En dat het aantal stoptreinen in het net van de NS buiten de Randstad enorm afneemt. En waar je die lokale bedrijven ook ziet inspringen, waar die dus aan dienstverlening eigenlijk toegevoegde waarde hebben, is dat ze dat soort zaken in stand weten te houden. Tegen een goedkopere, tegen een lagere prijs blijft er vervolgens dan toch openbaar vervoernetwerk, treinen, bussen overeind. Daar waar het, als je het alleen maar bij de NS zou laten en eigenlijk centraal bij één organisatie, vaak ziet dat de lijnen verdwijnen. En volgens mij is Zeeland erbij gebaat dat die lijnen open blijven en niet dat er gekozen wordt voor de NS en vervolgens helemaal geen trein meer is.
We springen een beetje van de hak op de tak, want we gaan even naar de chemische bedrijven toe. Inderdaad, we hebben het hele scala zo ongeveer rond zometeen. We willen graag veel behandelen. De controles en inspecties voor ondernemers die zouden afgebouwd kunnen worden als ze goed gedrag tonen. Mm-hmm. Dan vragen wij ons af, geldt dat nou ook voor chemische bedrijven zoals die hier in Zeeland gevestigd zijn? En dan denken we natuurlijk al snel aan bijvoorbeeld een chemisch opslagbedrijf als Otfiel in Rotterdam. Mm-hmm. Waar we laatst allerlei berichten van in het nieuws hebben gehoord. Thermfos wil hier ook nog wel eens wat normen overschrijden. Makkelijker, soepeler worden tegenover chemische bedrijven. Zit dat erin? Nee, wat de VVD wil voor bedrijfsleven, maar ook breder is... dat wij daar waar sprake is van Europese normen... gewoon die Europese normen uitvoeren en daar geen nationale kop op zetten. Daar hebben we nog wel eens een handje van in dit land. Maar daar waar wij gewoon vanwege de veiligheid en het leefklimaat ook van bewoners... heldere normen hebben gesteld. Ja, wij zijn van, als je regels hebt gesteld, moet je ze ook handhaven. En de bedrijven moeten zich daar dan vervolgens ook naar gedragen. Maar als een bedrijf, en dat is de andere kant van de medaille... gewoon continu goed presteert, dan moet je ze niet... continu ook blijven lastigvallen. Het is net als in het onderwijs, maar toch maar weer die vergelijking. Als een school goed presteert, komen er minder inspecteurs. Als hij slecht presteert, dan komt er vaker controle. En dat hoort ook bij dit soort bedrijven zo te zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat er verschil is tussen het ene en het andere bedrijf. En een chemisch bedrijf, we hebben ook Moerdijk gezien. Daar zou je misschien gewoon nooit de controles af moeten bouwen. Nou, je moet nooit controles afbouwen, want dan kom je er niet meer. Maar er is een groot verschil of je daar soms letterlijk gebeurt elke dag komt kijken. Of dat je daar iets meer tijd tussen legt. En chemische bedrijven kunnen een enorme impact hebben. Moerdijk, u gaf het al aan. Dus het is nooit zo dat de overheid de teugel zo laat vieren dat men daar zijn gang kan gaan en dat we dan eens na een jaar gaan kijken van Gutte, wat is er recent gebeurd. Maar ik denk dat het ook voor die bedrijven netjes is. Je ziet de bedrijven die het goed doen, waarvan ook iedereen weet dat ze de zaakjes voor elkaar hebben. En er zijn bedrijven waarvan ook iedereen wel weet, nou, zo'n Otfiel, dat wisten we al een hele tijd. Dat is niet goed voor elkaar. Daar wordt gemarchandeerd met de regels. Nou, dan moet je daar gewoon vaker naartoe. Want ook daarvoor geldt, we hebben niet ongelimiteerde hoeveelheid inspecteurs. Die inspecteurs die hebben ook maar 8, 9 werkuren per dag. Dus zet die nou in op die bedrijven die slecht presteren. En zet ze nou niet in op die bedrijven die het al goed doen. Daar kun je gewoon een rustiger tempo mee hebben. Waar wij ook wel een beetje ongerust over werden, is wat er in het partijprogramma staat over waterveiligheid. Daarin staat van, ja, de financiële middelen zijn beperkt. Dus we moeten scherpe keuzes maken. En de VVD kiest voor risicobenadering. Niet de kans op een overstroming, maar de gevolgen van het gebied achter de dijk moet centraal staan. En economische belangen moeten meegewogen worden. Nou, denken wij van 380.000 inwoners zijn er maar hier in Zeeland. Economisch stellen we ook niet al te veel voor, zonder als een Calimero te klinken. Ja? Die Randstad, daar komen grote dijken in en een poldertje in Zeeland mag hier wel overstromen. Nee, dan geeft u wel een hele bijzondere invulling van het verkiezingsprogramma. Nou, er wordt op dit moment een proef gedaan bij Ellewoudsdijk bijvoorbeeld, ja. om die eerste dijk te laten overstromen. Nee, maar waar deze zinsnede op duidt. Kijk, wij hebben rond de dijkbewaking zijn we heel helder. Het moet sowieso goed geregeld zijn voor gebieden. Maar je hebt op een gegeven moment soms afwegingen, en daar gaat deze zinsnede over, waarbij je een enorme grote dijkverzwaring moet doen plaatsvinden. Of dat je ervoor kiest, en rond Amsterdam speelt dat bijvoorbeeld, dat waar een klein overloopgebied is, dat je ervoor kiest dat je alles enorm moet verzwaren. En dan heb je het over soms een hele rivierloop. Of dat je zegt, in tijden van nood, kan het zo zijn dat we dus het probleem kunnen oplossen door gecontroleerd een klein gebied op dat moment te laten overstromen. En ook hiervoor geldt dat je dus echt afweging moet maken van, noem maar wat, of de hele Oosterschelde of Westerschelde moet je aan dijkverzwaring doen. Of kun je soms zaken oplossen met een klein gebiedje dat als het echt helemaal uit de klauwen loopt en die kans van 1 op 10.000 dus zich gaat voordoen. Of je dan, of het is nog meer zelfs geloof ik, 1 op een miljoen. Dat je dan op een andere manier het oplost. Dat is waar het om gaat. Niet dat we zeggen van Zeeland of andere gebieden waar net iets minder mensen, maar nog steeds heel veel mensen wonen. Dat laten we maar lekker over aan de natuur. Dat is echt niet wat de VVD wil. Nee, er is nog wel een ander poldertje in Zeeland natuurlijk, waarvan sprake is van moeten naar water over. Dat bruggetje nou? Ja, nee, die wachten we en dat bruggetje is hier prachtig natuurlijk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen van dat is een dossier wat maar voortettert en dit kabinet heeft er bepaald niet beter op gemaakt. Volgens mij is hij in ieder geval nog steeds niet, staat hij nog niet onder water, hè? Dus dat vindt u in ieder geval een hele. Kijk.
als VVD hebben wij tegen het Schelde-verdrag gestemd, zowel in de Tweede als Eerste Kamer, omdat wij geen goed verdrag vonden. Wij vinden het geen goede gedachte dat je polders in Nederland die we op het water hebben gewonnen, dat we dan in het kader van het uitdiepen van de Schelde dan maar weer teruggeven aan het water. Maar u zei net, en daarom hebben wij tegen gestemd. Ja. Nou, maar ja, er is wel, omdat het CDA destijds helaas omging, is het Schelde-verdrag getekend. En als VVD zijn we wel van, als je een afspraak hebt gemaakt, ook als land, dan moet je die nakomen. Die afspraak zit overigens ruimte in. Want ik hoor af en toe in Vlaanderen, spreekt men schande over het feit dat wij afspraken niet nakomen. Maar men moet in Vlaanderen niet vergeten dat bij de totstandkoming van het Schelde-verdrag ook richting Eerste Kamer in Nederland, toen is gezegd door premier Peters van, ja, maar er is bij ons wel ruimte dat als er goede alternatieven zijn, dan moet dat kunnen. Nou, wij zijn als kabinet op zoek gegaan naar alternatieven. We hebben volgens mij als kabinet, de minister van Buitenlandse Zaken, Rosenthal, ook van de VVD, heeft een hele heldere brief gestuurd naar de Europese Commissie. Wat was het? Eind juni volgens mij, net juli. En dat is ook de lijn die de VVD wil. We zijn op zoek naar alternatieven. Wij houden er niet van om goede landbouwgebieden, polders die gewoon veel te waardevol zijn om onder water te zetten, om dat er zomaar uit te doen. Dus wij zoeken naar alternatieven. Maar ja, het moet wel binnen de afspraken die gemaakt zijn. Daar waren wij weliswaar tegen. Maar uiteindelijk moet je als land ook de verantwoordelijkheid nemen. En dat doen wij als VVD ook. Door te zeggen, we zoeken naar alternatieven. Maar we gaan niet iets wat ondertekend is door een vorige premier in de prullenbak gooien. Meneer Zijlstra, zo aan het slot van deze uitzending. Diederik Samsom, lijsttrekker van de PvdA, is onze volgende gast aanstaande donderdag. En nou, u bent nu in de gelegenheid om een prangende vraag aan hem te stellen. Ja, de vraag die ik aan de heer Samsom zou willen stellen is, ik was net bij het Zeeland Nazomerfestival en dat werd geopend bij Damen Shipyard, de oude De Schelde. En de PvdA heeft net een deal van 200 miljoen euro voor verkoop van tanks aan Indonesië tegengehouden. De PvdA wil een miljard bezuinigen op defensie. En ik zou graag het antwoord van de heer Samsom willen op de vraag hoe hij de werkgelegenheid van al die mensen die bij Dames Shipyards en al die toeleveranciers werken, hoe hij die werkgelegenheid denkt overeind te houden met de standpunten van de PvdA. Heldere vraag. En er is in het afgelopen uur al heel veel gezegd, vooral door u, maar daar kwam u ook voor. Maar toch krijgt u nou echt als allerlaatste nog de kans om te zeggen wat u nog niet gezegd heeft. En daarvoor krijgt u 1 minuut. De wekker loopt mee en is onverbiddelijk. Hij loopt ook af na 1 minuut en dan stoppen we ermee. Nou, heel goed. Nou, ik denk dat na 12 september de verkiezingen toe, de mensen in Nederland en in Zeeland in het bijzonder een hele duidelijke keus hebben. Gaan we de problemen uit het verleden laten liggen of gaan we ze nu oplossen? Gaan we zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen de wrange vluchten van onze staatsschuld gaan plukken? Of gaan we zorgen dat zij een goede toekomst tegemoet gaan met goed onderwijs, betaalbare zorg en een gezonde economie? De VVD kiest ervoor om de komende jaren echt de zaak aan te pakken, de staatsschuld terug te schroeven. We nemen de verantwoordelijkheid. Dat is geen leuke bezigheid, maar dat is wel ontzettend nodig. En willen we die goede toekomst van Nederland naar veiligstellen, willen we zorgen dat we een financieel gezond land zijn, dan denk ik dat de kiezer maar 1 keuze heeft op 12 september. En dat is stemmen op de VVD. Denkt u dat het allemaal meevalt, dat het allemaal wat zal overwaaien, dan zijn er nog een heel scala aan partijen waar u bij terecht kunt. Maar als u denkt dat dat niet zo is, dan is het 12 september maar 1 keuze, VVD. Precies. Binnen de tijd. Dit was Zeeland kiest voor vandaag. Albe Zijlstra. Dank u wel voor uw komst hier. En zoals gezegd, aanstaande donderdag is Diederik Samsom, onze gast, 6:30 weer hier in de bibliotheek. Dank je wel.